We zijn vandaag in Hilversum en we gaan op bezoek bij Patricia en Max. En die kennen jullie van dit filmpje. Mama is er binnenkort niet meer. Ik hoop dat het voor mij niet te laat is. Patricia heeft de ziekte van Huntington. En omdat wij wel willen weten wat dat nou precies is, ga ik nu hier op een bel drukken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben René. Ik ben Patricia. Hi. Verder. Dankjewel. Wat is dat dan precies, die ziekte van Huntington? Zou je dat kunnen uitleggen? Ja, het is een combinatie van ALS, Parkinson en Alzheimer. Het is een erfelijke aandoening. Die meestal rond je 30ste, 35ste krijg je symptomen. En als jij dus drager van de ziekte bent, dan heeft jouw kind ook 50% kans daarop. Dat lijkt me toch wel verschrikkelijk om daar toch met die gedachte 50-50 te moeten leven. Hoe ga je daarmee om? Op dit moment heel erg makkelijk eigenlijk, omdat ik ermee ben opgegroeid met het idee dat ik 50% kans heb op de ziekte van Huntington. Dus het valt nu nog wel mee? Ja. Gelukkig. Ja. In het dagelijks leven, hoe merk je het bijvoorbeeld als 's ochtends als je opstaat? Nou, het begint al met bijvoorbeeld mezelf opmaken. Dat is al moeilijk om alle juiste lijntjes trillend te zetten. En gewoon de hele dag gaat dat door. Ik ben van alles kwijt. Mijn sleutels, mijn auto. Met schoonmaken. Ik begin ergens, ik weet niet. Ik eindig bijvoorbeeld heel ergens anders. Ja, en dat wordt steeds erger. En natuurlijk ook de spierspanning continu. Want ik zie ook aan je oog dat dat een beetje heen en weer gaat. Is dat heeft er ook mee te maken? Ja, daar is al één kant is al een beetje zeg maar daarmee bezig, wat je heel erg ziet. Gezondheid! Ja. Jullie zijn vorige week met doodgezwegen.nl een enorme campagne begonnen. Want er is geen geld voor, er is ook geen geneesmiddel en er is geen geld. Wat wil je bereiken met de campagne? Sowieso ook heel veel meer bekendheid over de ziekte, want heel veel mensen weten niet wat het is. Ja, en toch ook die 4 miljoen bijeen voor een medicijn. Ja. Als er 4 miljoen komt, dan is de kans dat er een goed werkend medicijn komt. Dan kunnen ze gaan beginnen. Ze zijn al zo ver. Ze weten waar het zit, waar het in je hersenen misgaat. En het is nog even doorpakken. En dan is er gewoon zoveel hoop op een medicijn. Heel erg zelfs. Ze zeggen zelfs tussen de 5 en 10 jaar. En ja, heeft dat nog nut voor jou dan? Voor mij niet meer. Nee, zeker weten we daarvan niet meer. Maar voor mijn kind, dat maakt het gewoon voor mij zoveel makkelijker als ik straks mijn ogen dicht doe. En ik weet dat er voor hem iets aankomt. Ja, want dat is toch wel echt mijn grootste angst. Dat hij hetzelfde moet gaan krijgen als wat ik doormaak, zeg maar. Er is nog een tweede zoontje. Ja, die heeft het in ieder geval niet. Nee, die is getest met 3 maanden. Dat is mijn cadeautje. Ja, die was gezond. Ja, want je mag dus wel testen tijdens de zwangerschap, maar daarna pas vanaf je 18e. Waarom is dat zo? Ja, omdat het zo'n erge ziekte is die zo'n impact op je leven hebt, willen ze daar gewoon die kinderen ook voor beschermen, denk ik. Dat ze daarom hebben gedaan. En bij Max wist ik het niet dat ik het had. En mijn vader die had het dan. En de symptomen waren eigenlijk pas later te herkennen dat het de ziekte van Huntington was. Dus wat ik ook wel vaak te horen krijg is van, ja, waarvoor neem je dan kinderen? Maar ja, dat wist het helemaal niet. En pas met 6 maanden kreeg ik dus een slechte uitslag toen ik 6 maanden zwanger was. Ja. Ook een beetje een crue vraag, maar de levensverwachting, wat is de levensverwachting nog? Nou, voor mij ongeveer 5 tot 10 jaar ook. Dus voor mij zal het medicijn te laat zijn. Maar ik heb ook een euthanasieverklaring dat ik niet zo ver ga als mijn vader. Want dat heb ik gezien en dat wil ik gewoon echt niet. Want hoe is die eindfase dan van deze ziekte? Vreselijk. Je kan ALS, ik weet niet, mensen kennen het. Je bent gewoon een kastplantje in een bed. En dat is gewoon echt onmenselijk, vind ik. Ja. Hoe ga je daarmee om met dat gegeven? Nou, het meest moeilijke vind ik dat ik mijn kinderen moet achterlaten. Voor de rest kan ik ermee leven, kan ik ermee dealen. Maar dat ik hun achter moet laten, dat is echt gewoon heel verdomde moeilijk.